staan hier nu, vandaag vrijdag, volgens mij is 4 juni, weer bij een boot in Vlissingen. En zo direct gaat er een prachtige container weer het schip op voor Curaçao. Wilden jullie dit ook laten zien? Want het is best wel een heel proces. Deze boot gaat over dag 14 in Curaçao zijn. 120.000 kilo aan verse groenten en aardappelen zijn onder leiding van Paddy Romer door middel van videoboodschappen van bekende Judy Corsaus ingezameld voor de voedselbank. Er worden in totaal 6 volle containers naar Curaçao en Bonaire vervoerd. De eerste container kwam deze week op Curaçao aan. Vandaag zijn we nog blijer omdat we een hele grote container hebben binnengekregen met 4 verse producten. Uien, kool, wortels en verse producten die we gewoon lekker kunnen gebruiken. Dus in alle pakketten kunnen toevoegen. En vanaf donderdag aanstaande worden ze dan ook gewoon in de pakketten dan gezet. En dus vanaf donderdag kunnen we dan ook naast alle blikwaren ook gewoon verse groenten erbij toevoegen. En dat is gewoon, ja, ik ben gewoon hartstikke blij om dat te doen. Omdat wij dat samen hebben kunnen doen. De voedselpakketten worden door Defensie naar verschillende locaties op het eiland verspreid, waarna lokale hulpverleners de pakketten bij de mensen brengen. Zijn deze mensen blij dat ze weer een pakket? Ja. Zeer erg blij. Ze bleven bedanken en soms sturen ze app terug. Zeg maar. Ze zijn heel, heel erg dankbaar. Ja. En zijn er eigenlijk meer pakketten nodig? Ja, zeker wetend. Want de armoede die is in de wijk, heb je veel armoede. En dat is het. Mensen hebben het nodig. Ze hebben veel pakketten nodig, ja.